We zijn in Vlieringen voor een bekerwedstrijd naar de grandioze zondag dat we de wedstrijd moesten verzetten. En bij onze finale van Indy in de kelderklasse. Maar goed, dus we zijn op de donderdagavond nu voor een bekerwedstrijd. En tegen Vlieringen 3. Goed, hè? Ja, we zagen via Facebook zagen we dat via de kelderklasse en daar kon je voor opgeven. En wij dachten van ja, laten we maar gewoon een keer proberen. Ja, hoe groot is zo'n kans? Hun kwamen op een gegeven moment op gesprek en toen zaten we bij de laatste 12. En toen, ja, laten we maar gewoon doen. Hun vonden ook dat wij daar geschikt voor waren. We waren een hecht team, gezellig team. Ja, zo zijn we er een beetje op gekomen. Gewoon, ja, pure gok. Ja, het is een wijze les nog gewoon van Andy dat we op tijd moesten komen. Ja, vooral zondag zag je natuurlijk dat het er niet uitzag. En nou ja, dat is wel iets wat we van Andy geleerd hebben. Een stukje mentaliteit en samenhorigheid met elkaar. En verder, ja, uiteindelijk komen we nog op dezelfde opstelling neer. Maar het was een mooi avontuur. Als ik eerlijk ben, het is een heel aardige man. Een goede kerel. Gaat ook na de tijd met de derde helft. Maar echt veel trainen met hem hebben we niet gedaan. Maar als ik één ding van hem heb geleerd, is het gewoon met elkaar de kop ervoor gooien. Nou, toen in het goal, Mick en Sander achterin. Jo met de hand links en rechts. Wat is dat met meer? Jo, Arie rechts. Jo, nee, Dennis doet maar linkshalve, ja, staan. En Arie rechts, Fabio links. Stefan in de spits. En Mas. En de rest buiten Kjelder. Maar ze op met zeker. Ja, nou, wat Stef stond rooggloeiend de eerste aflevering. Maar goed, van collega's, oud-collega's, mensen om me heen, familie. Nou, ja, iedereen moest wel heel hard om lachen en de zelfspot was herkenbaar. Nou goed, en dat is altijd positief natuurlijk dat mensen er ook zo naartoe kijken in plaats van dat het heel negatief is. Het was vooral positiviteit en dat, nou, ja, dat doet altijd wel goed. Nee, ik ga van links wisselen met Dennis. Ik ga maar links vooraan. Maar ik denk de man en Fabio, want ik heb het. Harry de Bruin! Ga je kilder! Leuke serie, mooie tape met elkaar meegemaakt. Soms ook wel een beetje schamend om jezelf weer te zien op tv. Dan word je bijvoorbeeld uit bed getrokken en dan heb je net 2 uurtjes geslapen op van zaterdag op zondag. En dan zie je kopsmans en dan zeg je weer een paar van die dingen en dan denk je van misschien ben je het niet kunnen doen. Maar ja, uiteindelijk als je elke maandag zit nog gezellig weer met elkaar bij Bruins of bij de Keert of zo. En dan keek me die aflevering is elke week wel weer leuk. Moet je allemaal voldoen. Nog een keer. Nog een keer. Hey, Max. Ja, Max, bedankt hè. Pas aan. Hier is Harry. Bedankt ook. Pas niks. Hij niet. Goed gezien, scheids. Ja, grappig. Een beetje zelfspot eigenlijk. Hè. Dus je wil wat problemen zitten en je moet ook wel lachen. En natuurlijk hoort er ook wel een beetje show bij. Maar vooral als je profvoetballers binnenkrijgt als Ronald de Boer en Jeroen Heubach. Ja, daar leer je natuurlijk ongelooflijk veel van. Clubhelden vanuit Twente natuurlijk. En nou ja, goed, dat is altijd wel mooi om dat soort mensen op de club te krijgen en daar training van te krijgen. En natuurlijk Andy als voetballer ook beroemd en berucht, denk ik. Maar ook de lol die bij hem eraf straalt en dat plezier het belangrijkste is, ja, dat hebben we er echt wel uitgehaald. Heb je Robert? Ja, ik was op werk en dan moest ik bij iemand aanbellen, want die moest de auto in aan de kant zetten. En we ook net aanbelden en dan kwamen die mensen naar buiten en ik zei van zullen jullie de auto bijvoorbeeld of zullen jullie de auto iets aan de kant willen zetten? En dan zijn ze direct van ja is goed Lorenzo. Ik keek je van hoezo weet je mijn naam? Ja, elke maandag 9:30 vaste prik zeggen ze daar. Ja, nou dat weet ik al genoeg. Allemaal dat soort dingen. Een paar keer ja, nu. Maar dat is wel grappig. Oh.